kunnen straks allemaal wat dichterbij komen kijken. Thierry, wil jij graag zelf iets zeggen over het wel? Dat is heel spannend als men 2,5 maanden voor de feiten ineens uitgenodigd wordt op een vergaderingsje van zich. We hebben nog gedacht, iets dat blijvend is voor 40 jaar de Duiken. En ze hebben allemaal naar u gewezen, Thierry, jij kunt dat. De tweede vraag was, we zouden graag hebben dat iedereen een stukje participeert. Ons dagverblijvers, ons personeel, de vrijwilligers. Zeg, jongen, dan heb ik 2,5 jaar van de, dat gaat niet lukken. Maar het idee is dan ontstaan door allemaal. En ondertussen toch al iets meer dan 45 jaar elkaar kennen. En af en toe een keer samenwerken. Zijn we dan al samen aan tafel gaan zitten, wat is nu de beste oplossing? En ergens is het werk een boek geworden. Een boek met 62 voorwerpen in. 62 voorwerpen die elk op zich het verhaal vertellen van de persoon die erachter zit. Zeker, we hebben die niet allemaal rechtstreeks gebruikt. We hebben er sommige geïnterpreteerd, sommige groter gemaakt, sommige kleiner gemaakt. Veel in kort en staal gewerkt, omdat het werk uiteindelijk buiten aan de geven moet komen in de werken. Maar we hebben er toch voor gezorgd dat iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft aan de inspiratie, want de inspiratie komt uiteindelijk van alle bewoners, dat die aanwezig is. Vraag mij niet wat dat van wie is, want zo goed ken ik ze ook niet. Maar ik zat hier met die mannen koffie te drinken en ik vraag aan Mario, hè, wat is uw inbreng? Want ze hadden daar zo'n schoolkartonnen kastje gebracht met van al een brolje. Ongelooflijk veel die micro's, telefoons, snoepjes, kleine kubusjes, van alles. Poppetje, handpoppen zaten ertussen. En ja, dat zat in een kartonnen bakje. Hè. En allemaal zegt dat kartonnen bakje, dat is mijn inbreng. Hè, want ik doe niet anders dan kartonnen bakjes vullen. Dus dan moet er zeker bij zijn. Dus, vandaar dat we een bakje in die nox gemaakt hebben. En Mario krijgt zijn oude bakje terug. Dat mag. En voilà. Dat is zo'n beetje het verhaal achter wat er te zien is. Dus het samenbrengen van alle mogelijke ideeën die mensen meebrengen. Die of in de werken verblijven, of verwerken, of er vrijwilliger zijn. Ik heb gezien dat de sponsor zijn bloemetjes er niet in gestoken heeft. Want er gingen eerst echte bloemen in zitten vandaag. Ik denk dat ze er gewoon naast staan. Dat is gewoon. Joris, merci dat ik het hier heb mogen komen doen. Merci voor uw een trick. Merci dat ik 20 keer de bloos laten springen heb. Maar het is allemaal in orde gekomen. Mensen, binnen een paar dagen hangen het aan de gevel van de kerk. Kom op tijd een keer zien en geniet ervan. Alsjeblieft. Super, bedankt. Hadden nog wat iets voor jullie voorzien, waaronder een tros druiven en een boeket bloemen, maar ik denk dat Joris even heel hard ergens anders bezig is. Dus dat boeketje krijg je straks. Graag niet verder van mij. Ah ja, oké. Super hard, bedankt. Ja. Als je dat niet ruikt, hè. Als je dat filmpje toont, dan moet je daar zo'n geur bij maken in huis. Heerlijk. De sausage gaat dan wel. De veldige slot is niet aangedaan. Voilà, sorry, doe maar. Hola, ik sta daar aan het werk of wat? Ja. Ja. Dat je een adres krijgt, hè. Ça va. Ja. Ja. Zijn op de filmen eigenlijk? Ja.
Ja. Ja, ik heb een sausjes, maar geen bakken. Ja, 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 ik ben voor de Serrafest. Het is hier altijd duurder. Ja, dat is waar, hè. Ja. Huh? Wat? Wat blijft die wel? Vanavond. Zeg je, dat mag niet, hè? Oh,
Ah, Weet je hoeveel volk heb ik zie? Ik ken die fucking niemand meer. Niemand van de positaal. Dat is het waar. En dit zijn mijn vriend gaan naar hier. Hé, weg. Oké. Oké. Ik heb wel een vriend mee die de buur komt halen voor op Antwerpen te rijden, zoiets. Oké. Okay. Dan vertrek ze weer naar op camping. Camping? Camping Thibaut. Ah. Oké. Okay. Zie je wat? Hé, busje. Nee. Alright, ga naar de Amerika's met een personage. Jullie mogen naar huis gaan. De feest is begonnen tot 19 uur. Dank u. Vrijdag, de volgende week. Thank you.